Welkom iedereen bij mijn Skyblock Survival Wereld. Vorige keer hebben we een begin gemaakt aan onze Skyblock. Alleen ging het niet zo goed met de Ender Portal. En vandaag ben ik van plan een mobgrinder te maken. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe dat dan nu even, want de meesten die dit kijken zijn niet geabonneerd. En geloof mij, ik zie dat heus wel hoor. En kunnen wij de 1500 likes halen op deze aflevering? Want anders ga ik echt niet verder met mijn Skyblock. Oké, lieve mensen, welkom op mijn Skyblock. De vorige keer hebben wij dus onze Ender Portal verknald. Maar ik dacht, ik ga even achter de schermen de Ender Portal fixen. Sinds we namelijk niet normaal obsidian kunnen hakken. Dus hier is hij dan eindelijk. Ik heb hem nog niet aangestoken, want ik dacht, ja, dat kunnen we het beste doen natuurlijk in een aflevering. En nu ik het ook zie, spannen er allemaal mobs op mijn slabs. En als het goed is, kunnen er geen mobs op slabs spannen. Maar dat maakt dus helemaal niet uit. Dat betekent dus dat wij deze brug wat veiliger moeten maken. En laat ik nou net de guy zijn die dat het beste kan doen. Maar goed, we gaan als allereerste even onze Ender Portal aansteken, want ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er in de Nether te vinden valt. Dus daarvoor moet ik wel even mijn bucket hebben en die heb ik hier gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee. Zo, en dan moet ik het niet verknallen, want als het goed is, moeten wij dit dus doen met hout. Dan moeten wij eventjes hier zo neerplaatsen. Volgens mij is dat niet eens nodig. Volgens mij kunnen we gewoon hier onze hout plaatsen. Alleen moeten we wel veilig het lava plaatsen. Eens even kijken, hoe kunnen we dit het beste doen, jongens? Ik denk dat we het gewoon het beste zo kunnen doen, zodat het lava erop komt. Zo, en dan moeten we meteen onze lava halen en hopen dat dit goed komt. Want het verspreidt zich heel snel. Oké, we moeten tenminste ons water gaan verdedigen. Oh nee, oké, gaat dit in de fik vliegen? Gaat dit in de fik vliegen, ja of nee? En zoals het er nu eruit ziet, staat dit niet in de hands. Hoe kan dit nou weer? Oké, we gaan het nog een keer proberen, jongens. Hoppa, en dan laten we het nog even wat langer. Zo, en dan zou het toch in de fik moeten vliegen, jongens. Ah, het is in de fik, oké, het is goed. Het staat in het vuur, Oké, en als het goed is, zou dit dus de enderpoorten moeten triggeren. Please, laat dit werken. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ga aan. Jongens, waarom gaat dit niet aan? Hallo? En de portal, kun je nog aangaan, alsjeblieft? Oh, het begint ook nog eens te regenen. Oh mijn god. En de portal. Waarom is de Ender Portal niet aangegaan? Wat is dit? Oké, laten we dan op een andere manier proberen. We kunnen denk ik het beste gewoon het houtblokje hier doen en dan het lava erop doen. Ik denk dat dat het beste is. Dus zo, we gaan even het lava weer plaatsen. En ik denk dat dit genoeg is. Oké, dit was niet genoeg. We gaan het hier plaatsen, want de vorige keer werkte het ook zo. Oké, het kan nu gelukkig wat langer naar beneden vallen. Als het goed is, zou het nu toch echt in de fik moeten vliegen. Maar dat doet het niet. Oké, het staat wel aan. Top. Oh, please. En de portal. Ga nou aan. Het is verdoofd. Het is gedoofd. Oh my god. Oké, we gaan het nog een keer gewoon zo proberen. Ik ga mijn laatste hout hiervoor opofferen. Hij moet toch aan kunnen zo? Oké, even kijken. We doen het nu zo. Oké, het hout staat in brand. Nu moet het toch echt lukken. En mijn hout is in één keer weg. Oké, dit is top. Super. Waarom vliegt mijn hout nou hier niet in de brand? Jongens, ik denk oprecht dat dit te maken heeft met het weer. Dus ik wacht wel gewoon tot het stopt met regenen. Oké, jongens, het is dus gestopt met regenen. En laat alsjeblieft nu wel lukken. Ik heb gelukkig nog wel wat hout daarom. Maar kom op, dit moet toch gewoon lukken. Oké, lava dus hier. Wacht totdat het in de fik vliegt. En hopelijk gaan we dan eindelijk naar de end. Oké, jongens, het is me gelukt om de Ender Portal aan te zetten. Ik ga wel even mijn lava hier houden. Want je weet maar nooit wat we daar tegenkomen. Ik ben heel erg benieuwd wat wij dus in de Ender kunnen gaan vinden. En wow, zoals we al zeiden in het begin, is het inderdaad gewoon een eilandje geworden. Met een kist. Oké, laat er alsjeblieft gewoon goede dingen in zitten. Zoals bijvoorbeeld water of misschien zaadjes, zodat we eten kunnen maken. Please, alsjeblieft. Alsjeblieft, Minecraft goden. Kijk, hoppa. We hebben tenminste een ijsblok. Daarmee kunnen we een infinite waterpool maken. Dit is echt top. Daarnaast hebben we ook nog eens sugarcane, wat ook heel erg goed is. Want dan kunnen we weer papier van maken en boekjes. En we hebben bird sapling. Kijk, een sapling is altijd goed. Hout is altijd goed. Maar nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dit is maar één eilandje. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd of er nog meer eilandjes zijn. Maar dat moeten we even een andere keer checken, want ik ben namelijk ook van plan om mijn eiland wat meer uit te breiden, zowel beneden als aan de zijkanten. Dus laten we maar weer teruggaan en even wat steen gaan verzamelen. En mooi, het regent ook weer. Oh, het zit ook nooit mee in mijn wereld. Afijn, eens even kijken, want we hebben nu dus onze water. We hebben dus onze ijsblok. En deze moeten we even slim gaan gebruiken. Dus ik moet even wat steen hakken en ik moet even een klein bakje maken waar wij dus dat water even in kunnen doen. En ook even een plek snel verzinnen waar we deze infinite waterpool kunnen gaan maken. Zo, ik heb weer even wat extra slips gemaakt. Daarmee kunnen we onze waterpool gaan maken. Alleen moeten we even gaan verzinnen waar we dat willen gaan doen. Ik zat misschien een beetje te denken aan deze kant zo. Dat we hier gewoon even een klein platformpje bouwen. Zo. En dat we dan hier zeg maar onze steen zo hier zo neerzetten.
Hij moet ook 4 hier zo in het midden zijn, want anders kunnen we geen infinite waterpool maken. En eens even kijken, dan plaatsen we hier nog even wat. En dan plaatsen we hier nog even deze stenen. En als het goed is, zouden wij dus nu een infinite waterpool moeten kunnen maken. En dat ga ik dan ook meteen doen. Ik ga even hier mijn ijs plaatsen en kapot maken. Zo, dat is tenminste 1 water. En dan op hoop van zegen moet ik dit water meenemen en hier zo in de hoek plaatsen. En als het goed is, hebben wij dan een infinite waterpool. Kom op, please laat het zo zijn. En volgens mij... Yes, het is ons gelukt, jongens. We hebben een infinite waterpool. Kijk, dit is mooi, want nu kunnen we ook een farm bouwen. Dus wat ik nu even ga doen, ik ga het water weer hier neerzetten. En ik ga even hier naar beneden toe, zodat wij dirt kunnen verzamelen. Nou moet ik wel voorzichtig zijn, want ik wil ten eerste niet dood. En ten tweede het dirt niet verspillen. Dus zo, dit nemen we even lekker mee zo. Oké, deze niet. Dat moeten we even hier zo houden. En als het goed is, kunnen we nog eentje naar beneden. Oké, we kunnen niet nog één naar beneden. Oeps. Eens even kijken. Dan maken we hier... Pakken we even onze slabs. Gaan we hier even een slab plaatsen. Kijk, en dan kunnen we hier gewoon lekker verder. Kijk, dit is mooi. Want deze dirt kunnen we gaan vervangen voor deze slabs. Zodat we meerdere niveaus hebben. En dan in principe breken we gewoon bijna langzaam ons eiland af. Zo, dit kunnen we meenemen. Lekker meenemen. Oh nee, er valt ook alweer wat dirt, jongens. Dit is allemaal heilig voor ons. Zo, eens even kijken. Wat ik dus heb gedaan is, ik heb hier een klein platformpje gemaakt. En ik moet even hier zo dirt plaatsen. Of ik moet eigenlijk nog even wat slabs hebben. Zo, kijk, dan kunnen we hier zo naar boven. Kijk, dat is mooi. En dan moeten we even kijken wat we nog meer moeten gaan doen. Want ik wil sowieso eventjes mijn eiland uitbreiden. En de waterbloemzaadjes die we hebben planten. Alleen daar hebben we volgens mij nog net even wat meer steen nodig. Ik ben zo bij jullie terug wanneer ik wat meer steen heb. Zo jongens, ik heb even ontzettend veel cobblestone gehakt. Om even heel veel slabs te gaan maken. Eens even kijken. Dan gaan we hier even een paar dingetjes van maken. Zo, dit moet voor nu wel eventjes redelijk genoeg zijn. En dan wil ik wel even een plek gaan maken alvast waar we onze farm gaan neerzetten. Want als wij het hier namelijk boven gaan uitbreiden, moeten we dat ook beneden gaan doen. Zo, ik zat er eigenlijk een beetje aan te denken om aan deze kant onze farm te bouwen. En aan die kant, waar ik nu naar wijs, onze huis te gaan bouwen. Alleen, ik heb nog helemaal niet nagedacht aan een huis. Misschien iets voor het volgende aflevering. Zo, dan moet ik ook even natuurlijk beneden even uitbreiden. Zo, dan neem ik meteen ook dit dirt even mee, want dit kan ik vervangen door de slabs. Zo, want dan moet ik hieronder ook nog eventjes extra wat bouwen, zodat het water daar kan blijven. Zo, oké, dan gaan we even naar boven. En dan moeten we even dus die waterreservoir maken. Alleen, ik ben even aan het nadenken hoe we dat precies moeten gaan doen. Ik denk het beste is wat te doen, is even gewoon hier een paar lijnen maken. Zo. Die gaan we vervangen voor dirt. Oh nee, mijn boom staat in de fik. Mijn boom staat in de fik. Ik hoor opeens brand. Staat mijn boom in de fik. Oh, ik zie het ook al. Mijn boom is gegroeid. Oeh, daar moeten we even over nadenken. Misschien is dit het beste om te doen. Oh, dat was echt erg geweest als mijn boom daar helemaal in brand had gestaan. Dan moeten we hier nog even wat dirt doen, want dan kan onze meloen kan dan groeien. En dan moeten we even nadenken hoe we het water gaan doen. Ik denk dat we hier gewoon zo een waterlijntje gaan maken. Die we dan als volgt gaan doen. En ik val ook gewoon bijna ervan af. En die gaan we dan invullen met nog wat slabs. En als het goed is, zouden we hier dus nu een klein farmpje van moeten kunnen maken. Dus wat ik ga doen, ik ga heel eventjes onze home maken. Zo, natuurlijk van steen, want dat hebben we genoeg. Doen we zo. Dan moet ik nog wel even wat water pakken uit onze infinite pool. En dan zou dit gewoon zo moeten werken. En dan als het goed is, kunnen we onze meloen in een meloenzaadje veranderen. En dan hebben wij, als het goed is, gewoon eten, zodat we dat kunnen vreten. Ik zie ook al dat ik wel honger heb, dus ik ga even mijn appeltjes eten. Maar goed, nou hebben we dus onze bomen. We hebben tenminste een klein farmpje gemaakt. Ik denk dat het tijd wordt dat we gaan beginnen aan onze mob grinder. En ik denk dat ik dit best wel slim ga aanpakken. Want ik ga namelijk zelf de helft doen. En de andere helft laat ik door één van jullie doen. Kijk jongens, je moet best wel slim zijn als je een mob grinder wil maken. Dus wat ik ga doen, ik ga even een aantal pickaxes maken. En ik ga even wat steen verzamelen. Want zo'n mob grinder heeft gewoon heel veel steen nodig. Oh jongens, dit wordt me echt een werk. Dit wordt me echt een werkje. Ik zie jullie zo. Oké, lieve mensen. Ik heb echt een end weggehakt. En ik heb gewoon 3 stacks van kobbel. Oké, eens even kijken. We gaan het denk ik deze kant op doen. Want hier hebben we natuurlijk al onze zandeiland. Maar ik denk dat ik gewoon hier een apart eilandje ervoor maak. Zodat wij dat gewoon lekker apart kunnen houden. Zo, en als ik het goed kan herinneren, moeten wij nu 23 blokken omhoog. Even kijken. 1, 2, 23. En dan moet ik even weer naar beneden toe. Want ik moet ook even kijken. Volgens mij... Als het goed is, moeten wij dus nu een vierkant maken uit mijn hoofd. Zo, en dan moeten we nu 8 blokken naar elke kant toe. Want we moeten in principe een soort kruis maken. Dus 1, 2, 7, 8. En dat moeten we dus aan elke kant nu gaan doen. Misschien is het wel handig als ik dit voortaan ga doen, dat ik nog even een extra pickaxe meeneem. En oh, meneer Spin, oké, hij valt lekker naar beneden. Dat is heel erg goed, want ik heb nou nog geen zwaard. Oké, dan hebben we nu ons kruis. En als het goed is, moeten we dus nu een muur eromheen bouwen. Oh mijn god, het sneeuwt ook gewoon hier, hè? Hoe kan dat nou weer? Zo, dan zijn de muren ook weer klaar. Oké, volgens mij moeten we nu ook een dak maken, maar ik denk dat ik dat allemaal door een kijker laat maken. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, lieve mensen, ik heb heel eventjes wat afstand genomen, maar de mob grind
Mobgrinder is toch echt klaar, bro. Dankjewel voor het bouwen van mijn Mobgrinder. Ik heb wel even het laatste stukje nog een beetje gemaakt. Want ja, ik dacht van ja, anders is het ook weer niet heel erg leuk. Maar zoals je ziet, deze mobs hebben hier nog wel gespawnd. En hij komt nu om af. Oh, nee. Trouwens, gaan we van weg, Maar als het goed is, zou hij dus nu moeten gaan werken. En ik zie ze ook al daar naar beneden vallen. En het lijkt erop dat onze Mobgrinder werkt. Kijk, let's go. Alleen, ik moet nog wel even wat toortjes daar plaatsen. Want ze mogen daar dus niet spawnen. Het is dus de bedoeling dat ze naar beneden vallen en doodvallen. Dus daar moeten we eventjes wat op gaan verzinnen. Alleen als ik er nu naartoe ga, dan denk ik dat ik echt opgeblazen word. Oh nee. Oh mijn god. Nee. Oh god. Oké, dat scheelde heel erg weinig, jongens. Maar we hebben tenminste onze Mobgrinder. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. En willen jullie nog meer zien? Check dan zeker even een van deze video's hier zo.